Nou, ik denk, wat kan het ook schelen? Ik neem gewoon even een stukje op in mijn eigen huis in Harlingen. Met zo'n geweldige, gezellige, leuke huis wat ik hier heb. Mijn prachtig huis volgens Katja. Ik zal even laten zien wat voor prachtig huis ik heb. Ik zie niet goed wat ik film. Nou, dat is. Ik ben net thuis, of niet net. Ik heb hier nu 2 nachten geslapen en vannacht heb ik gewoon op de bank geslapen. De kast. Zie je hem? Ja, de kast. Nou ja, hier ligt het hele zootje. Ik heb een handdoek gevonden. Tada! Wat is dat ding daar? Die heb ik dus in de tas gevonden. Er is geen handdoek in mijn huis, geen theedoek, helemaal niks is hier meer. Beetje wat er is, ligt in de was te stinken. Heb ik jou in beeld, jij klein smerig prullenbakje? Nou ja, zo, dat. Zo is het hier. En dan hebben Aukje en haar vrienden ook nog opgeruimd en schoongemaakt. Dus moet je nagaan. Ik weet niet of je het kunt zien buiten. Moet ik dat filmen? Ik weet niet wat ik nou laat zien of niet eigenlijk. Maar zie je achter de, daar ziet je de vette naar. Dat is dus onkruid. Wat bijna, hè, dat groeit middelhoog hier. Het is gewoon één ongezellige bende hier. Als ik bij daglicht zit hier, dan op dat kleed. Als ik nou, dat van dichtbij film, dat is in maanden, maanden. Hè, de hondenharen van de honden van Ivy en Daan, die liggen er nog in plukken op, noem het maar. Ik vind nogal vuile luiers in een emmertje boven. Schimmel in de emmertjes. En, nou, het is gewoon een ontzettend ongezellige teringzooi hier. En ik heb gisteren eigenlijk alleen maar op de bank gelegen en naar hele rustige jazzmuziek geluisterd, met name. En naar de creaties van Trisha en mij. We hebben één nummer in de pen. En dat heb ik heel vaak gedraaid gisteren. Het paste precies bij mijn mood om weer thuis te zijn. Want ik krijg een hoop leuke, vrome, goed bedoelde adviezen overal. Of overal, dat is niet waar. Maar leuk is het niet hoor. Om hier weer te zijn. Echt niet. Echt niet. Dus daar heb ik even een gedicht over geschreven. En dat heb ik net gepost. En wat zal ik er meer over zeggen? Ja, ik moet echt emotioneel verwerken om hier weer te zijn. Dat is gewoon zo. Alles. Alles komt terug, want hier is alles gebeurd. En alles is een herinnering hier aan een leven wat er gewoon helemaal niet meer is. Wat gewoon er niet meer is. En een leven wat zo vanzelfsprekend was, totdat het op een kwade dag gewoon ineens er niet meer was. En dat begon, nou ja, toen Agnes in een zeer zware psychose schoot, toen is dat begonnen. En toen ze brak met Santo Daimi, toen is de hel losgebroken. En here we are. Vreselijke gedachte ook dat ik. Hey, ik bedoel, mijn moeder zit hier in hetzelfde stadje waar ik nu weer ben. Ik weet niet wat mijn familie tegen haar verteld heeft, waar Cora ineens gebleven is. Maar ik weet wel dat ik daar niet heen ga. Ik ben daar, ze hebben me daar geprobeerd te ontvoeren. Vanaf de ingang van dat gebouw. En er was niemand die me hielp. Niemand, niemand, niemand. Het personeel stond erbij en keken aan met de handen over elkaar. Alsof ze dat wel een goede zaak vonden wat daar gebeurde of zo. Het was zo bizar. Zo bizar, die ervaring. Dat doet wat met je, zo'n ervaring. En niemand kan zich dat voorstellen, tenzij je dat hebt meegemaakt. Dan kun je je voorstellen wat dat met je doet. Als je ineens gewoon ontvoerd wordt, joh. En het is pas 3 maanden geleden. 3 maanden geleden kwam ik terug uit België. Met een gat in mijn poot. Dat is 3 maanden geleden. En nou, dat doet wat met je. En laat het achter je. Weet je, ik krijg dagelijks bakkendrek over me heen. Dagelijks. Nog. Privé en publiekelijk.
waar dan ook, door wie dan ook. Dat ik psychotisch ben en ik heb hulp nodig en ik ben zwaar in de war en allemaal van die praat. Of ik ben liefdeloos en ik ben onvergevingsgezind. Al die flauwe kul. Dus dan kun je wel tegen mij zeggen, laat dingen achter je. Nou, Cora, mensen, hoe kun je iets achter je laten wat gewoon een ongoing thing is? Oké, en ik kom hier nu terug in mijn huis voor het eerst en na 3 maanden. En het is gewoon ene koude, smerige, achterstallige bende hier waar je in thuis komt. En prima, ik deal daar wel mee. Maar er is misschien maar 1 persoon die je kan opnoemen op dit moment, of 2. Nou, laten het er 3 zijn, 4. Weet je, de spoeling is heel dun geworden. En vandaar dat ik een enorme troost heb aan dat lied van The Journey, wat ik zelf ingezongen heb ook nog. Spontaan, ter plekke kwam dat in me op, maar ik weet, en dat durf ik te zeggen, want dat is door de geest van God ingegeven, dat die tekst en die hele melodie en alles aan dat lied, dat is voor mij een troost als ik dat draai. Dat ik zo zit te draaien hier in mijn eigen huis. En dan weet ik dat, van mijn vader is hier en zijn engelen zijn hier en die kennen al mijn gedachten en al mijn gevoelens en alles wat er gebeurd is. Ze weten alles en ze zijn daarbij en zij weten het wel. He? En de geest van God is mijn trooster in dit alles. Dat is hij daadwerkelijk. Maar het is zwaar. Echt wel. Want ja, ik zit wel in deze wereld, in dit huis, in Harlingen weer, waar alles is gebeurd. Met mijn moeder vlak om de hoek, met een dochter vlakbij, met een kleinzoon. Nou, die wil geen enkel contact met mij, want Cora is, volgens haar man Tiemen, hè, de cultleider van het noorden hier zo'n beetje. Van Santodaimi. Ik ben een super narcist en nou, ik ben een groot gevaar, joh. Beter was ik er niet, maar ik ben er wel. Maar die wil geen enkel contact met mij. En nou, dus dat is niet leuk. Mijn broer woont hier vlak om de hoek. Hoe leuk is dat? Eerstdags loop ik tegen Hilde aan in de poys of zo. Hoe leuk is dat allemaal? Nou, zo leuk is dat niet. En ik ben niet vrolijk. Nou, dat mag ook wel eens gezegd. Een dag. Het is niet altijd feest in het leven. Het leven is één groot feest. Nou, zeg dat wel, ja. Heb ik nog wat positiefs te melden? Positief is dat mijn vader wel met mij is en mij wel begrijpt en mij troost in dit alles. Dat ik heerlijk vorige week muziek heb gemaakt met Thay. Dat is echt fantastisch. En die muziek van haar en ook de muziek die we samen maken, nou daar. Dat is heerlijk. En nou ja, dat zeg ik gisteren. Ik heb basically op die bank gelegen en muziek geluisterd. En vandaag weer eens even het een en ander kunnen verwoorden in dat gedicht wat ik gepost heb. En ik denk, ik film het eens even de puinbak hier. En als ik een sleutel zoek, dan kun je achterkijken. Joh, het is echt verschrikkelijk hier. Echt, jongen, dit. Nou. Onkruid groeit gewoon een dikke vette meter hoog, jongen. en kapotte benden. En je, ja, nou, het is allemaal maar zo. Ik weet niet of ik dit ga posten. Daar moet ik nog even over nadenken. Dat merken jullie dan wel of niet. Bye bye.